Oké, jongens, laten we in één keer uit de wereld helpen dat vrouwen een schoenentik hebben. Haal de sportschoenen van je man er dan eens bij. Dan heb je dit resultaat. Goedemorgen allemaal. Zoals Broes al heeft gezegd, ik heb inderdaad één tik en dat zijn mijn schoenen. Ik ben altijd heel tevreden over mijn schoenencollectie. En ik ben eigenlijk altijd wel op zoek naar andere schoenen. Maar niet dat ik ze altijd koop, maar ik vind het wel echt iets heel moois. Ik wil eigenlijk voor jullie van rechts naar links gaan. Rechts zijn mijn oudste schoenen en eigenlijk de schoenen die ik niet heel vaak gebruik. En dan gaan we naar links en dan komen we bij mijn juweeltjes, hè, mijn sportschoenen. Ik ga beginnen helemaal aan de rechterkant. En de rechterkant is, of dat zijn, mijn kunstgrasschoenen. Ik heb vroeger altijd wel veel gevoetbald. Zeker tot 5 jaar terug voetbalde ik echt op mijn club. En toen was het ook wel echt handig om verschillende soorten schoenen te hebben. Dus één was de kunstgrasschoen. Zoals je kunt zien heeft hij hele kleine nopjes. En als je bijvoorbeeld op een kunstgrasveld voetbalt, dan is dit wel echt ideaal. En eerst dacht ik toen op een gegeven moment, ik wil ze niet hebben omdat ik ze niet echt functioneel vond of wat dan ook. Maar ik kreeg heel erg last van mijn knieën met gewoon voetbalschoenen. Dus toen ben ik deze gaan kopen. En ik moet zeggen, nog nooit spijt van gehad. Dit zijn mijn laatst aangekochte voetbalschoenen. Je ziet er nog, het modder zit er zelfs nog een beetje op. Dat betekent eigenlijk dat ik ze nog wel eens gebruik. Ik voetbal nog wel eens mee bij clubs waar ik de trainer van ken of wat dan ook. Dus dan gebruik ik deze schoenen. En zeker toen ik nog heel veel voetbalde, toen maakte ik altijd heel veel gebruik van verschillende soorten schoenen. En ik heb samen met mijn tweelingbroer een enorme schoenencollectie gehad. En dat Marloes voor het eerst bij ons thuis kwam en dat ze dacht van, jeetje, wat zijn dit voor type jongens? Een museum was het, jongens. Een voetbalschoenenmuseum. Dan komen we al bij de atletiek eigenlijk uit. Dit zijn mijn sprintspikes. Het voordeel van sprintspikes is dat ze een carbon ondergrond hebben. Nou, je wilt natuurlijk met sprinten zo hard mogelijk over de 100 meter. En hoe harder de zool is en hoe steviger, deze beweging kan wel, maar als ik hem zo door wil buigen, dat wil haast niet. Nou, je ziet de echte spikes, de puntjes, je grijpt echt in de baan. En als ik echt een 100 meter wedstrijden heb of 200 meter, dan gebruik ik deze. Maar ik krijg hier enorm snel blaren in deze schoenen. En dus ik gebruik ze niet heel veel, echt puur alleen voor de wedstrijd. Dat zijn deze en ze zijn ook enorm licht. Dan komen we op de andere wedstrijdspikes. Deze gebruik ik tegenwoordig veel meer. Dit zijn hele fijne Adidas. Deze staan bedoeld voor middellange afstand, want deze heeft echt een zooltje. En waar je bij de vorige schoen zag dat ze heel dun zijn, echt gewoon gemaakt om pure snelheid, zit hier toch iets meer comfort in. Ja, ik ben niet de meest lichte loper. Ik ben toch wel boven de 80 kilo, dus dan betekent dat wel dat ik aardig wat te verduren krijg. En zeker mijn voeten krijg wat te verduren. Binnen loopschoenen heb je altijd twee verschillende categorieën. Dat zijn de trainers en de racers. De trainers zijn echt bedoeld, en het naam zegt het al, om te trainen, kilometers te maken, etc. Dat is ook een zwaardere schoen over het algemeen. En je hebt de racers en die zijn bedoeld voor wedstrijden, als je bijvoorbeeld een 5 kilometer wedstrijd hebt. En ik begin met mijn trainers. Dit zijn mijn oude trainers en die heb ik tot gisteren gebruikt, die eigenlijk elke week. Ik heb een lichte vorm van een pronerende voet, oftewel mijn voet die zakt naar binnen als ik aan het hardlopen ben. En hier zit dan een verstevigde blokking. Deze schoenen heb ik toen bij een speciaalzaak laten aanmeten. Dus die zijn speciaal voor mijn voeten, heb ik die uitgezocht. En dat kwam dus vooral om de demping aan de binnenkant van de schoen. En hier heb ik al heel wat mee op gemaakt. Je ziet het ook aan de sol. Ze zijn eigenlijk afgesleten, ik weet niet precies. Ja, je ziet, ik weet niet of je het precies kunt zien, maar er zit een behoorlijke tik in. En dat betekent dus echt dat ze wel af zijn. Als je dit kunt doen met je schoenen, er zit dus geen balans meer in en je voelt dat je dan nog even met weerstand krijgt, ja, dan moet je wel vervanging hebben. En ik heb deze schoenen ook jaren, zeker een jaar gebruikt, dus ze waren ook wel toe wel vervangen. Dan gaan we eerst even naar de andere, categorie, dat zijn de racers. Dat zijn deze schoenen. Je ziet het verschil eigenlijk wel, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar je kunt er eigenlijk zo'n beetje doorheen kijken, zo dun is dit materiaal. En hier zit aan de kanten zit het verstevigd. Hier zit ook een heel klein licht blokje in. Nou, het voordeel van Essex is dat je het ook goed kunt zien. Een grijs blok. En die zorgt dat ik tijdens de wedstrijd ook de echte optimale steun krijg.
Deze gebruik ik bijvoorbeeld met wedstrijden als ik een 5 km wedstrijd loop. Of als ik trainingen heb dat ik wel heel hard moet, maar dat ik wel het comfort wil. Dus dan gebruik ik deze schoen. Erg blij mee trouwens ook nog. Dan ga ik eerst eventjes een overstap maken naar een hele andere type schoen. Want ik wil toch eigenlijk mijn mooiste schoenen tot het laatste bewaren. Je ziet een glimlach op mijn gezicht, dus dat betekent dat ik er ook echt trots op ben. Zoals mijn roes de vorige keer ook al heeft aangetoond. Ja, ik vind bergschoenen wel heel belangrijk. Op een gegeven moment waren we in Italië wandelen. En toen had ik ook al deze bergschoenen. En ik had ze zo vaak gebruikt op vakanties. Dat mijn zool op een gegeven moment losliet. Ja, toen was het dus wel tijd voor nieuwe schoenen. En toen heb ik deze bij een speciaalzaak in de stad in Groningen. Heb ik die aan laten meten. En ik moet zeggen, deze zitten echt als gegoten. Ik kan het iedereen aanraden van als je echt bergtochten gaat maken. En je kiest er echt voor om de ruige natuur in te gaan. Ja, dan is dit wel het ideale. En je kunt zeker tot hier in het water. Je moet ze gewoon af en toe wel insmeren met vet of met een behandelingsmiddel. Maar dat doe ik dan ook. En dat vind ik echt ideale loopomstandigheden. Of tenminste, deze zorgt voor ideale loopomstandigheden. Via de website hadden we al eens een keer de vraag gekregen welke schoenen dit zijn. Nou, dit zijn de Nike Free 5.0. Dit zijn echt bedoeld als trainingsschoenen. Hij is ook lekker plat aan de onderkant, dus dat betekent dat je een lekkere brede basis hebt voor je voeten. Ik vind dat heel prettig dat je als je sport wel de goede spullen hebt. Nou, deze vind ik qua zaaltrainingen of fitnesstrainingen, vind ik deze echt ideaal. En deze heb ik dus toen in Maleisië gekocht. En ik moet zeggen, ik heb er nog geen dag spijt van gehad. En ik gebruik ze ook heel regelmatig. Ik geef nog één dag in de week gymnastiek en dan geef ik hier ook bijvoorbeeld op les in de zaal. Het mooie aan deze schoen is, hier zit eigenlijk een verhaal aan. Ik zat tussen de Nike 5.0 Free en de Lunarglide 4 van Nike. Zat ik heel erg te twijfelen toen in de Nike Store. Ik kon geen keuze maken. Ik wist gewoon echt niet wat ik wilde. Dus ik liep daar als een kind door de speelgoedzaak heen. En volgens mij was op een gegeven moment mijn roes de eerste die zei van nou, nu moeten we echt gaan. Maar er waren zoveel Nike Stores. En ja, ik ben toch wel een beetje Nike verslaafd als het om schoenen gaat in ieder geval. En toen waren we laatst met vrienden waren we wezen winkelen en toen zag ik deze in één keer. En ik denk van deze gaan dus nu alsnog mee en ze waren voor de helft van de prijs. Dus dat is helemaal te gek. En deze gebruik ik ook voor binnenles geven of ik gebruik ze om gewoon te trainen. En je kunt zien, dit zijn de zooltjes die er eventueel bij horen. En daar kom ik ook zo meteen op, want we gaan door naar de laatste schoen. Mijn eigen nieuwe loopschoenen. Ik heb ze gekocht via de bekende site, maar dat mogen jullie helemaal zelf weten. Hier is geen kabel doorgeprikt achter in de tuin in ieder geval, want ze zijn binnengekomen. En hij gilde net zo hard als de vrouw in de reclame. Ja. Dit zijn de Nike Flyknit 1. Dit is wel echt de loopschoen waar ik al tijden naar op zoek was. En iemand bij mij in de sprintgroep die heeft ze al. Dus toen zag ik al hoe mooi ze waren. Je hebt ze in allemaal verschillende kleuren, dus ik heb deze kleur gekozen. Als je kijkt hoe licht ze zijn, dus ik heb er nog niet eens op gesport. Ik neem ze van het weekend mee om te gaan hardlopen. En dan ben ik heel benieuwd hoe het gaat. De afgelopen periode, wat ik al zei, ik heb meestal verstevigde schoenen met antipronatie. En de afgelopen periode heb ik ook zooltjes aan laten meten. Ik moet zeggen, het heeft me behoorlijk wat spierpijn al in mijn lopen opgeleverd. Want je hele voet die wordt echt uitgebalanceerd. Ik heb er tot nu toe wel heel bewust voor gekozen om het eigenlijk alleen maar in mijn trainingsschoenen, in mijn loopschoenen of in mijn zaalschoenen te doen. Niet in mijn gewone normale schoenen voor als ik naar mijn werk ga of wat dan ook. Je ziet hier dat ik een bobbel in het midden heb. Dat zorgt ervoor dat mijn voet omhoog gedrukt wordt, want ik heb een beetje platvoeten. Ja, dat klinkt een beetje stom, maar het is niet zo ernstig als het klinkt. En hier aan de binnenkant heb ik versteviging zodat ik niet naar binnen zak. En dat is vooral voor het antipronatiestuk. Dus ik zorg dat ik dan niet zoveel proneer. En dat betekent dus dat ik langer ook met mijn schoenen ga doen waarschijnlijk, want deze neemt al een deel van de klappen op. Nou, ik doe ze gewoon altijd zo in mijn loopschoenen. En dan zijn ze echt gewoon klaar voor gebruik. Misschien dat ik zelfs nog wel even laat weten hoe ze voor de eerste keer getraind hebben. Want het is altijd leuk om met nieuwe spullen te gaan trainen of te gaan hardlopen. Dit is mijn schoenencollectie. En zoals Bruce al aangegeven heeft,
Ik heb echt heel veel schoenen. Wat ik eigenlijk altijd doe is, ik kijk naar elke situatie en dan wil ik eigenlijk het beste materiaal hebben. En zoals je kunt zien, ik ben zeker overtuigd dat ik het beste materiaal heb. Dus daar, als ik een slechte wedstrijd loop of ik heb een slechte training, dan kan het in ieder geval niet aan mijn schoenen liggen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. En als je vragen hebt, zet het hieronder en dan zal ik ze allemaal beantwoorden. Dankjewel.